En action! Zo moet je hier eindigen. Het is een enorm privilege om dit te mogen doen. En action! En dan af en toe maken we het, vooral ik maak het mezelf ook een beetje moeilijk. Maar ja, omdat ik denk dat, ja, je wil de mensen wat aanbieden om naar te kijken. Waarom ben ik de man voor het job? Dat is een hele, dat is niet een vraag die je kan beantwoorden hoor. Ja. Want dan, daar is even een doodpunt. Ja? De derde film die ik met Menno Meijers doe. En ik vind het altijd een hele plezierige samenwerking. Die echt gevoel voor stijl heeft en gevoel voor acteurs. En iemand die ook natuurlijk fantastisch kan schrijven. Dat is ook een geweldige scenarist. Dus die op de set ook een hoop nog aanpast. Altijd een spannende draaiperiode. Ik bedoel, ik hou ervan om op het laatste moment dingen te bedenken. 63, denk jij? Wacht even, één seconde. Maar dan moet het er allemaal wel staan. En deze jongens waren heel strak en heel goed. Ik vind het een hele leuke manier van regisseren, omdat het altijd fris houdt en spannend. En hij heel erg kijkt naar wat er op het moment gaande is en daarop zijn aanpassing maakt. Of ineens denkt, oh, dat is wel leuk als jij hier nog dit of dat zegt. Of, ja, het staat nooit helemaal vast, dus dat houdt iedereen heel scherp. Het is een vrij ingewikkeld script. Het is wel eenvoudiger geworden nu, maar ik vond die regisseur zo verschrikkelijk gezellig en leuk. En hij had zulke goede plannen daarover, over hoe hij het wilde gaan doen, dat ik dacht, nou, aan dit grote avontuur moet ik nog meedoen. Kitty, darling. Ja. Jij blijft staan. Ik blijf staan. Goed. Jij blijft hier staan. Ja. Je gooit je handen op. Als je dit ziet. Dan kijk je weer naar me. En dan schreeuw je iets. Kom weer! Nee, ik zal alleen maar iets. Doe wat! Als hij een goed idee heeft en het beste idee telt, dan gaat hij niet naar rechts, maar dan gaat hij links. En dat vind ik heel goed, want hij denkt dat is beter. Of hij ziet ineens, oh, blijf eens zo zitten. Dat is interessant. Dat vind ik een leuke manier van werken. Het vergt een hoop aanpassingsvermogen ook van de ploeg, maar het levert heel veel op. Nee, ik vind het altijd goed dat je naar je intuïtie luistert en denkt, nee, het moet toch anders. Hè? Hij doet nooit iets wat je verwacht dat hij gaat doen. En lange takes, ja, leuk.